Hele goede morgen van ons. Het is vandaag vrijdag. Tina heeft mij wakker gemaakt, want die heeft honger. Dus ik ga even lekker eten geven. Ik heb me even een beetje klaargemaakt, want ik heb straks een afspraak. En ik moet ze alleen nog douchen. Lekker, hè? Oh, zoveel liefde. Oh no, flikkie outfit wel. Ik heb ook even een zin. Net aangekomen in de stad. Ik ga even snel deze nagels weghalen. Nee, ik wil even voor een ander kleurtje gaan, want ik ben het echt wel een beetje zat nu. Het is altijd zo'n beetje met gekke kleuren, dat je het gewoon best wel snel zat ruikt. Even kijken. Oh ja, en ik ga ook een pedicure nemen. Dus daarom heb ik even een joggingbroek aangedaan. Want dan is het gewoon wat chiller om daar te gaan zitten. Ik heb er echt veel zin in. Het is altijd van, als de zomer eraan komt, moet je al heel snel beginnen met pedicures. Dan zijn je voeten gewoon summer ready gewoon. Vandaag een hele outfit bijna aan van deze. Ik heb zo'n jasje weer aan. Ik heb een truitje voor mezelf. En ik heb zo'n kappa trainingsbroek. Ik vind deze broek echt heel erg chill. En ondanks dat deze eigenlijk gewoon fucking lang is, zit hij mij gewoon echt goed. Ik ben net klaar bij de Luxe Nails en Spa. Het is in de stad Rotterdam. En ik ben vandaag voor een heel ander soort kleur gegaan. Gelukkig niet meer zo fel. Want dan was ik echt zat. Alleen die belichting is hier echt een beetje rot. Waardoor jullie de kleur denk ik zo niet zo goed gaan zien. Want ik wil hem wel graag goed showen. Maar ik ben vandaag voor een peachy kleur gegaan. Hoe mooi is dit? Ik vind het echt heel mooi. En ik heb deze kleur dus ook op mijn teennagels. Ik heb mijn teennagels echt gedaan. Zag er heel mooi uit. Goed verzorgd. En ook mijn handen. Ik ben er echt blij mee. En de lengte vind ik ook echt perfect. Ik wil eigenlijk een beetje voor meer roze gaan. Maar ik denk van ja, peachy past gewoon bij alles. Weet je, als je roze aan doet met deze kleur, kan het ook gewoon. Ja, ik vind het echt mooi. Top, helemaal goed. Ik heb nu echt wel trek. Het is nu, even kijken, 1:15. Ik heb om 2:00 de volgende afspraak. Maar ik heb nu echt heel veel trek. Meiden, ik raad jullie echt aan om nu zeg maar te beginnen met pedicures. Of je het nou thuis doet of bij iemand, maakt mij niet uit. Maar ik raad het jullie echt aan. Want bij mij, ik heb vorige keer al een pedicure gedaan. Nu nog een keer. En mijn nagel was gewoon weer in mijn huid gaan groeien. En ik voelde er helemaal niks van. Maar ze moesten me echt weer eruit trekken. En je voeten worden echt zoveel mooier na een pedicure. Echt naar Pokéball. Maar omdat de parkeergelegenheid daar echt zo fucking slecht is, ben ik gewoon doorgereden. Ik heb er helemaal geen zin in. Jongens, oh, mijn haarkleur is zo mooi nu in deze belichting. Trouwens, hebben jullie wel eens een keer een cappuccino gedronken bij de Mac? Met iets van de Mac Café. Dus een cheesecake of die limoencake of die donut of wat dan ook. Hebben jullie dat wel eens gedaan? Want je zou het echt nooit verwachten. Maar het is echt zo verschrikkelijk lekker. Het is maar dat ik het niet mag. Maar ik heb één keer die cake met citroen volgens mij gegeven, of limoen. Die was zo fucking lekker. Niet normaal. En die donut ook. Die is ook gevuld met chocola en zo. Echt. Inmiddels bij de McDonald's. Waar ik even snel een koffie ga halen. En niet ga eten. Want ik heb geen tijd meer. Hoi. Ja, graag. Ik ben doorgereden. Ik ben inmiddels bij Natural Body Cosmetic. Een beetje aan de vroege kant, maar maakt niet uit. Zo blij ik op tijd weer begonnen met de behandelingen. Want de zomer komt er natuurlijk aan. En als je dan van tevoren al een paar behandelingen hebt gehad voor je cellulitis, dan ben je gewoon summer ready. Ik ben echt blij, ik heb doorgezet. Eén probleem. Mijn ibuprofen is op volgens mij. Even kijken. Want ik vind persoonlijk die behandelingen pijnlijk, zoals ik al zei. Ja, ik heb buikkrampen heel erg. Dus ik ben benieuwd of ik het pijnlijk ga vinden vandaag of niet. Maar ik ga gewoon doorzetten, want ik wil gewoon echt vanaf zijn. En ik hoop gewoon voor de zomer gewoon klaar te zijn. Ik ga nu even lekker nog 10 minuutjes even rustig in de auto zitten, een beetje mijn koffie drinken. En dan ga ik even naar binnen, want ik moet nodig naar de wc. Ik ben net klaar. Ik had geen pijnstiller geslikt van tevoren. Het viel eigenlijk best wel mee. Volgens mij ben ik een beetje gewend of zo eraan. En ik voel me nu weer heerlijk. Ik vind na de behandeling vind ik het gevoel echt lekker. Gewoon dat je dan iets kan afvinken of zo. Ja, ik weet niet. Ik moet altijd blijven als ik klaar ben met de behandeling. Ik ga even snel naar huis, jongens. Want ik moet nodig eten. Lekker.
lekker zeg. Het is echt super lekker weer. En deze twee horen zo graag naar buiten. Oh, enjoying life. En jij dan? Waar ga jij naartoe? Waar ga jij naartoe? Waar ga jij naartoe? Hey! Nou, lekker. Jullie mogen even naar buiten van mij. Doei doei. Doei doei. Waar ga jij heen? Ik ga chillen. Ik ga helemaal stuk. Leuk, hè? Leuk, hè, baby? Is Lira al weg? Lira gaat heel ver, hè? Deze durft dat nog niet. Hij gaat niet ver bij mij, hè? Kijk, ik heb met deze foto gemaakt voor Nessie. Zo, dit is echt genieten, Dinari. Ga lekker in de zon. Ga lekker in de zon. Ga lekker in de zon. Oh, wat mooi. Echt een bengel, hè? Ja, hij snapt alles al. Lekker, hè? Nee, jij gaat maar weer lekker naar binnen. Je bent echt stout. Je bent te slim. Kom, naar binnen, nu. Ze ging net de lift in, man. Oh, je bent echt stout. Ga maar naar binnen. Nee, 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 je mag niet meer. Ik wil elke keer naar buiten willen, dus ik laat ze even. Ook al vind ik het best wel eng, zeg maar, om ze alleen buiten te laten. Van Lira weet ik wel dat ze gewoon niks doet, maar Dina is zo stout. Die gaat soms gewoon met andere mensen gewoon de lift in. Ze zijn inmiddels binnen. Ik heb even een salade gemaakt. Ik had heel erg zin in een salade met heel veel tomaat, mozzarella en een lekkere dressing met pesto, olijfolie, citroen, zoutpeper, uitjes. Dus ik ga lekker eten. Zo, mijn haar. Ik ga stuk. Er zijn er meerdere vrouwen die als ze thuis komen hun haar gewoon gelijk vast doen. Want ik heb gewoon echt nooit zin in los haar. In ieder geval, ik ben naar de slager geweest en ik heb daar lam gehaald. Nessie komt zo thuis. En dan gaan we gewoon lam eten. Dat is vandaag een beetje de planning. We wilden eigenlijk nog wel wat doen, maar we moeten allebei nog editen. Dus dat moet ook al zo gebeuren. En ja. Ik heb net deze matte liquid lipstick gekocht van Maybelline. De Superstay Matte Ink in de kleur nummer 65. En hij heet Seductress. Seductress. Ik weet niet hoe ik het moet uitspreken. In ieder geval, wat ik wou zeggen is... Laatst was ik dus met Boju in Amersfoort. Vriendin waar ik mee ging afspreken. En zij had dus een matte liquid lipstick op en ik ook. En toen ging ik eten, toen ging ik bij mij ietsjes eraf. En bij haar bleef die nog gewoon echt heel erg goed erop. En toen vroeg ik haar welke het was. Toen zei ze dat het dus deze was. Alleen heb ik wel nu de verkeerde kleur genomen, zie ik. Want deze wou ik niet. Ik vind dan de verpakking ook iets anders. Maar ik ga dus nu testen, want ik heb het nog maar net opgedaan. Of deze wel langer op blijft. Want het kan gewoon zijn dat het aan mijzelf ligt en bij mij gewoon niet zo lang op blijft. Dus dat ga ik nu testen. Dus deze heb ik nu op voor de mensen die het willen weten. En ik heb ook geen lip liner op. Eerlijk zeggen, ik heb het nog helemaal niet zo lang op. Maar bij deze voel je zeg maar wel meer dat je iets op je lippen hebt. Zo strak zeg maar. Ik voel wel zeg maar heel iets zitten op mijn lippen. Zo, eten is klaar. Dit is voor Nessim. En dit is mijn bordje. Hey mensen, ik heb de vlog even snel gepakt omdat ik mijn outfit wil laten zien. These bitches know. Kijk, 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 kijk. Yellow bitches. Ik ga editen. Oké. Okay. Ik zit inmiddels op de bank met Nes. We hebben onze pyjama's even lekker aangedaan. En ik ben aan het editen. Mijn vlog komt namelijk zo over 5 minuten online. Daar ben ik mee bezig. Nes, wat moet jij editen eigenlijk? Podcast. Maar dat lukt niet. En als je klaar bent, wil je dan met mij naar de patte in onze pyjama's? Als het een leuke film is. Ik ga zo wel kijken. We hebben namelijk een pâtépas, daarom. Dus we kunnen eigenlijk onbeperkt naar paté, maar we hebben er nog steeds geen gebruik van gemaakt. Als je bezig bent met je partner met een bucketlist, dan vind ik sowieso dat je 1 keer in je leven met je partner in je pyjama naar de bios moet gaan. Dat vind ik ook echt. Wat? Dat is toch niet iets bijzonders? Ja, nee, gewoon to-do list. 1 keer met je pyjama aan de bios. Dat hebben we zo vaak gedaan. De bios. Ja, oké, okay, grappig. Bij ons is dat gewoon normaal. Daag! Citeert Lira echt dood. Dat vind ik echt zielig eigenlijk. Ze mag jou gewoon niet. Als ik foto's zou maken, zouden mensen zeggen dat jullie verliefd waren.
nu moet ik echt een breakdown. Allah, je zegt het niet, Allah. Even masseren. Hoe gaat het met je, Nes? Jij sport niet. Hoe gaat het met je? Weet je wat? Ik ga het laten zien. Dat ik het bewijsmateriaal erbij haal. Wat ga je doen dan? Yes, you want it, yes? Wat ga je doen dan? Hier, kijk maar naar deze vrouw. Zie je, die vrouw spoort niet. Oh, wie is dat dan? Dat ben jij. Wat gebeurt daar? Niemand snapt dit. Maakt niet uit, je spoort niet. Nou, wat ik daar dus deed, is mijn acteerkunst te laten zien. Dat is, oh, dat is Miriam die in een horror movie speelt. Nou ja, gekke acteerkunst hoor. Sjoep, 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 de camera. Was het thumbnail dit? Auw!